Van harte welkom bij Drimmelen Actueel, de wekelijkse nieuwsrubriek van Omroep Drimmelen. Ieder week brengen wij u korte nieuwsitems van lopende activiteiten van en voor Drimmelen en omgeving. Het door de boeren zo gevreesde blauwtongvirus is ook in de gemeente Drimmelen geconstateerd. Afgelopen week kwamen er drie nieuwe gevallen bij, wat het totaal zet op vijf. Op bedrijven in Drimmelen... Hoge zwaluwen, maden, terheide en wagenberg is het blauwtongvirus vastgesteld. Op twee bedrijven is het bevestigd door bloedonderzoek van de dieren. Bij de andere drie bedrijven worden de symptomen van het virus ook waargenomen. Blauwtong is een dierziekte die wordt veroorzaakt door het blauwtongvirus. Het virus komt vooral voor bij schapen, geiten en runderen, maar ook andere herkauwers kunnen besmet worden. De besmettingen komen door de beet van kleine muggen, knoeten. Die besmet zijn met het virus. Blauwtong is geen zoognose en kan dus niet overgaan van dier op mens. Veel automobilisten die lage zwaaruur verlaten via de oude weg richting de A16 komen 5 kilometer verderop langs het NS-station. Hoe handig zou het nou zijn als deze automobilisten dan ook mensen een stukje kunnen meenemen om af te zetten bij het station? Een mogelijkheid zou kunnen zijn om een carpool plaats aan de oude weg in te richten. Bussen rijden bij Lage Zwaluwen niet frequent genoeg en zeker niet in de weekenden. Bovendien is de aansluiting tussen bussen en treinen bij NS-station Lage Zwaluwen niet altijd op elkaar afgestemd. Mensen kunnen natuurlijk de fiets nemen, maar een extra optie aanbieden hoeft wellicht geen probleem te zijn en kan relatief makkelijk geregeld worden. De tweede editie van Wagenberg Quizzeker komt terug op zaterdag 12 oktober 2024. De zolders staan weer op zijn kop. Geschiedenisboeken worden uitgepluist. Het Wagenbergs archief, archief wordt doorgespit. Mystery guests worden stiekem benaderd. Oude schoolboeken worden onder het stof vandaan gehaald. ChatGPT wordt uitgetest. Kortom, het quizboek Ma Wagenberg Quizzeker 2024 is in de maak. Met geniale vragen, hilarische doelopdrachten en een vleugje tijdstress wordt op 12 oktober Wagenberg weer op zijn kop gezet. Tijdens deze quiz mag je alle hulpmiddelen gebruiken: laptops, telefoons, platenspelers, rekenmachines, je oude Atlas en zo verder. Een ideaal team heeft ongeveer 10 personen, maar het spel kan zeker ook met meer of met minder mensen gespeeld worden. Aangeraden wordt wel om mensen van verschillende leeftijden in het team op te nemen. Of in te schakelen als hulplijn. Inschrijven kan via het getoonde mailadres. Wees er op tijd bij, want vol is vol. Wil je meer informatie? Bezoek dan de website van Wagenberg Quizzeker. Op 4 oktober is de Captainsavond van 8 uur tot half 10 in bar 13. De Quizavond is op 12 oktober van 5 tot 10. Elk team speelt vanaf een eigen gekozen locatie. De prijsuitreiking is tijdens de opmaat bij Bas. Inschrijven kan nog tot 31 augustus en er wordt een geweldig leuke avond beloofd. 14 september is er weer een activiteit van de Tafelgenoot. Dit keer bij Bobo's in Terheide. Bij aanmelden graag doorgeven welke voor-, hoofd- en nagerecht u wilt. Aanmelden is mogelijk tot 7 september en dat kan alleen via het getoonde mailadres. Het maximum aantal personen is 50. Zoals gewoonlijk is de inloop vanaf half zes en start het diner om zes uur. De landelijke organisatie heeft basisschool De Zeggenwijzer uit de Heide uitgeroepen tot tegelwippen van de maand juli. Bij het vergroenen van het schoolplein wipten zij eigenhandig heel wat tegels. Groen in plaats van grijs is niet alleen mooier, het is ook klimaatbestendig. Beter voor insecten en dieren en koeler op warme dagen. Het speelt voor de jeugd natuurlijk ook een stuk gezelliger. Het NK Tegelwippen duurt nog tot 31 oktober. Dus wip die tegels en geef ze door via de website www.nktegelwippen.nl. Er was de afgelopen periode weer het nodige te doen in onze gemeente. En natuurlijk was omroep dribbelen daarbij in de buurt. Wilt u met ons meekijken? Blijf dan vooral ingeschakeld op ons kanaal. Iedere week zendt Omroep Drimmelen kort nieuws uit van lopende activiteiten van en voor Drimmelen en omgeving. Waarbij actuele onderwerpen in de schijnwerpers worden gezet. Dit keer een interview met Paul Reniers. Na 33 jaar stopt Paul Reniers als uitbater van de zonzeel in Hoge Zwaluwe. Reden we onze vrijwillige Marcel Raafs om samen met hem terug te kijken op die periode. In onze rubriek Gezond en Wel gaat Lilian Lambrechts deze week op bezoek bij deskundigen uit de wereld van gezondheid en welzijn. In deze aflevering ontmoet zij Carola van Gils, welzijnscoach voor Welzijn op Recept. Kent u ook een initiatief in onze gemeente dat bijdraagt aan samenhang en betrokkenheid en wat meer aandacht verdient? Laat ons weten via mail aan publicatie. Het Bent u? Hebt u een nieuwswaardige mededeling of nieuws zonder commercieel doel? Wilt u dat wij verslag doen van een leuke activiteit in onze gemeente? Mail het ons via het getoonde mailadres. U kunt ons ook volgen op de social media van Omroep Drimmelen. Graag zien we u volgende week weer terug bij Drimmelen Actueel. Tot dan.